Zo, goedenavond allemaal en vandaag de zesde klas muziektheorie, online klas muziektheorie. En even kijken, dit is het programma van vandaag. We gaan zo meteen weer luisteren. Het wordt namelijk veel op het, al op dit moment, want we hebben inmiddels al 8 intervallen binnen het octaaf waar we naar luisteren. En ook nog wel 3 klanken. Dus daar gaan we lekker naar luisteren. Theorie. Heb ik nog een kleine aanvulling op de quintencirkel van vorige week. In ieder geval het spelen van majeur en mineur. Dan wil ik het met jullie hebben over bogen in de muziek. Expressiemiddelen binnen de muziek. En daarna gaan we weer aan de slag met ritmes. De ritmieken A, B, van niveau A, B en C. Ik heb weer mooie ritmes bedacht. Gaan we aan de slag met akkoordsymbolen lezen. Die komen je een enkel keer wel tegen in je partij. En ja, nu lijkt het misschien allemaal nog vage tekens. En daar probeer ik vandaag wat opheldering over te geven. Dan gaan we weer luisteren, gehoortraining. Ik heb 2 luisteropdrachten dan. Van 1, waar speel ik een fout? Ik heb een aantal melodieën. Ga ik voorspelen met expres een fout. Kijken of jullie dat kunnen horen. Gaan we weer luisteren naar intervallen. En tot slot een 3-tal muziektermen. Nou, daar gaan we lekker mee aan de slag. Eerst de gehoortraining. En we doen eerst even de intervallen. Ik hou dat nu expres nog eventjes gescheiden. En dan kunnen we straks ook kijken of we de intervallen en de 3 klanken kunnen combineren. Maar eerst is het misschien al lastig genoeg. Even checken, is mijn piano te horen? Kan iemand even reageren in de chat? Er wordt volgens mij nu gereageerd. Even kijken. Ja, hij is goed te horen. Nou, dat is heel mooi. Ga ik een aantal intervallen spelen. Vorige week was nieuw, waren de grote sext. Bijvoorbeeld van een liedje Berenbotje. En het grote septiem. Maar dat was ook nieuw. En nou, ik ga nu dus keuze maken uit deze interval. Daar komt ie. Speel ze steeds 2 keer. En kijken of je dan het interval goed kan benoemen. Dit is een reine kwart. Vaak ook om het zeg ik wel vaak, maar om het voor je na te zingen. Misschien een beetje er dan een liedje bij. Dit is een rijmde kwint. En grote sext. Grote sext. Lekker dissonant, wel een groot interval. 2 tonen tegelijk. Maakt het niet dat het makkelijker. Een groot septiem. Het zijn 2 tonen. Kijk eens of je ze allebei kunt horen. Een rein octaaf. Weer 2 tonen. Dicht bij elkaar. Grote seconde. Reine kwint. Ik zei dat al eerder, maar een reine kwint en een reine kwart worden nog wel eens door elkaar gehaald. Dus een reine kwint.
Dat is een reine kwart. Reine kwint. Reine kwart. Twee tonen. Een reine kwart. Volgende. Ik speel nog één. Een reine octaaf. Goed. We gaan nu verder met de hoge noot van het octaaf is niet te horen. Of moeilijk. Hè? Het verdwijnt ook. Qua klank misschien een beetje in de onderste toon van het interval. Maar je hoort nu wel, doe ik alleen de onderste toon. Nu de bovenste. Ja, hij valt erin weg, komt ook omdat de piano goed gestemd is. Maar het kleurt toch een beetje mee. Goed. Ik hoop dat je hem nu wel kon horen. Even kijken, de drie klanken, we hebben inmiddels vier klanken, majeur, mineur, verminderd, waarbij de kwint dus verminderd is, overmatig, dus een grote terts en overmatige kwint. Goed, ik begin eerst steeds met de grondtoon C, kijk even of je het kunt horen. Dit is een majeur drieklank. Een minderde drieklank. Mineur drieklank. Hiervoor speelde ik de verminderde drieklank. Misschien hoor je dat het verschil tussen een mineur en een verminderde drieklank eigenlijk alleen maar die kwint is. Hè? Of het is verminderd. Dit is mineur, ik zal het nog een keer doen. Verminderd. Mineur. Goed. Dan begin ik steeds op een andere grondtoon. En overmatige drieklank. Weer een overmatige drieklank. Overigens gewoon een omkering van wat ik net speelde. Weer een verminderde drieklank. Verminderde drieklank is trouwens ook onderdeel dit interval van een dominant septiem akkoord. Want ik heb nu dit gespeeld. Dan denk je misschien wat een wrange klank, maar als je het zo speelt, dan klinkt het ineens heel vriendelijk. Het verminderde, dat zit er nog steeds in. En dan heb ik er gewoon een vierklank van gemaakt. Dus die geeft hem net weer een andere kleur. Volgende. Een majeur drieklank. Ik ga nu nog wat intervallen mengen met drieklanken. Dus luister goed of je twee of drie tonen hoort. Je
Dit is een grote ters. Goed, volgende. Dit is een majeur drieklank. Hier speel ik de grote ters. In dit geval D, fiets. En toen voegde ik daar eigenlijk gewoon de A aan toe. En toen was het de majeur drieklank. Volgende. Dit is een reine kwint. Goed, ik ga ook nog even wat lager. Misschien kun je dat ook horen. Lastig, dit klinkt een beetje. Maar moet je bij lage tonen ook even verwachten, dan komen ze wel open. Want mensen vinden dit ook extra lastig luisteren, omdat het ook buiten het stembereik valt. Dus dan kun je... niet op toonhoogte nazingen, maar je kan het wel op je eigen toonhoogte nazingen. Dus dan kun je misschien een, voor jezelf octaveren. Dit is een grote sext. Dit is een reine kwart. Ik speel er nog één. Majeur drieklank. Ik zal de toon even van kwart spelen. Drie tonen. In dit geval majeur drieklank. Goed, ik hoop dat het steeds beter lukt. Straks nog een extra ronde met intervallen, drie klanken en dus een extra gehooroefening. We gaan eerst verder met het volgende onderdeel. En dat heb ik majeur mineur genoemd. Vorige week hebben we het al gehad over de quintencirkel. Waaraan je dus de toonhoogtes kunt aflezen en de verbanden tussen de verschillende toonsoorten kunt zien. Daar hebben we het nu twee keer eerder over gehad, over de quintencirkel. En vorige week heb ik onder andere benoemd dat als je dat iedere majeur toonladder of iedere majeur toonsoort een mineur parallel heeft. In het geval van C, groot, C majeur, is dat dus A mineur. Dat betekent dus dat C groot en A mineur dezelfde voortekens hebben, dezelfde tonen ook in de toonsoort. Wat ik vorige week nog niet benoemd heb en wat ook niet af te lezen is aan de quintencirkel, maar wel een goed trucje, want we hebben nu natuurlijk dus het verschil tussen het majeur en mineur, is natuurlijk, soms wil je ook gewoon weten, wat zijn de voortekens van de mineur variant van de toonladder die ik speel. Dus bijvoorbeeld C groot heeft niks, dat weet je dan ook, hè? C heeft niks. Maar wat nou eigenlijk de voortekens van C mineur. Nou, dan kun je daar eenvoudig gewoon drie verlagingen bij de toonsoort optellen. Dus tel drie verlagingen bij de majeur toonsoort op en je weet de voortekens van de mineur toonsoort. Dus in het geval van C groot, C groot heeft geen voortekens. C mineur, drie verlagingen, dus drie mollen. Bes, es, as, heb je C mineur heeft drie mollen. Gaan we verder even met F als voorbeeld. F heeft dus 1 mol voor de bes. En drie verlagingen daarbij optellen. Dan heb je dus 4 mollen. Bes, es, as, des. En dat is dus F mineur. Dus zo kun je dat tellen. Nog een voorbeeld aan de kruiskant. D groot, zie je hier staan. D groot heeft 2 kruisen, namelijk voor de vies en voor de sies. 3 verlagingen, dat betekent dus dat eerst de kruisen wegvallen. Eerst valt de sies weg, dan valt de vies weg. Maar je moet nog een verlaging, dan komt er dus een mol bij.
D-mineur heeft 1 mol. Voor de bes. D-mineur is dus de paralleltoonladder van F groot. Even controleren, ja. Zie je? D-mineur, F groot, allebei 1 mol. Ik hoop dat je nu goed snapt ook een andere manier om de voortekens van een mineurladder te kunnen bepalen. En te kunnen bedenken voor jezelf. Zodat je daarmee aan de slag kunt gaan. Als er vragen zijn over, nog vragen zijn over majeur, mineur, paralleltoonladders, etc. Dan lees ik dat graag in de chat. Ondertussen ga ik verder met het volgende onderdeel. En dit is een onderdeel dat je in muziek veelvuldig tegenkomt in je partij. Namelijk bogen. Daar krijg ik wel eens vragen over, omdat daar nogal eens wat verwarring over is. Dus ik dacht, dat is goed om een keer mee te nemen tijdens een online klas. Kijk, waar mijn muisaanwijzer is hier. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat er in muziek 2 soorten bogen zijn. Namelijk de overbindingsboog en een legatoboog. En ja, veel mensen weten het al, maar ik zal het toen nog even goed benoemen. Een overbindingsboog is een boog om de lengte van de noot te verlengen. Bijvoorbeeld 2 noten die achter elkaar staan met een boogje erbij. Dan zie je de toonlengte, de duur van de noot wordt verlengd. Een legatoboog, die kan over meerdere tonen staan, kan overigens ook over 2 tonen staan. Maar dan is het de bedoeling dat je die 2 tonen gebonden speelt. Of dat groepje tonen gebonden speelt. We gaan eventjes naar wat voorbeelden uit de praktijk kijken. Bij het eerste voorbeeld zie je dat ik een aantal overbindingsbogen heb genoteerd. Zo van deze E naar deze E, van deze kwartnoot E naar deze achtste E. En dat betekent dus dat de waarde van deze noot samen moet worden gepakt. Dus deze noot, zou je kunnen zeggen, duurt 1,5 tel. Waarom gebruiken we dan geen punt om dit te noteren? Want een kwartnootpunt, zou je zeggen, duurt in een vierkwartsmaat ook 1,5 tel. Maar dat heeft te maken met de metrische accenten in de maat, maatsoort. Daar moet je altijd rekening mee houden. Een vierkwartsmaat heeft 2 metrische accenten, namelijk de eerste tel, dat is het zwaarste metrische accent. En dan heb je ook nog een nevenaccent, zoals je dat zegt, op de derde tel. Dat is een iets lichtere maataccent. Dus 1, 2, 3, 4. Je moet de metrische accenten in de maat laten zien met je notatie. En daarom doen componisten en arrangeurs, die schrijven dat op deze manier, zodat het consequent is en goed leesbaar. Vandaar dus een overbindingsboog. Hebben we hier weer een overbindingsboog. Dit kan natuurlijk ook niet anders als je deze lengte wil vergroten. Omdat je hier over de maatstreep heen gaat. Evenals hier. Hier heb je gewoon 2 overbindingsbogen achter elkaar. Dus je zou kunnen zeggen deze G die duurt 7 tellen. 2 plus 4 plus 1. Overbindingsboog. Gaan we kijken naar de legatobogen. Je ziet dat dit groepje van de ene naar de andere is verbonden. Allemaal met een boog. Dit moet je dus gebonden spelen. Je begint een nieuwe boog, ook allemaal gebonden spelen. Ik denk dat dit wel helder is. Ik heb expres de overbindingsboog even weggelaten. Hoe kun je nou het verschil zien? Nou, je ziet hier dus die overbindingsboog loopt echt van deze ene noot naar die andere noot. En hier zie je vaak met een groepje. Legatoboog komt ook veelvuldig voor tussen wisselingen van tonen. Het is inderdaad altijd een beetje vaag als je legato moet spelen met iets wat zo genoteerd staat. Vaak kiezen componisten dan toch een andere notatievorm. Of laten ze dat hele groepje legato spelen. Een andere notatievorm zou toch kunnen zijn om hier dus een kwart punt te noteren. Dat gaat een beetje tegen de regels in van die metrische accenten. Maar dan zie je wel dat het anders is dan dit. Of je ziet dan een boogje met een streepje. Dat zou ook nog voor kunnen komen. Dus ik kies het ook wel eens voor componisten, arrangeurs. Ook nog de combinatie tussen de overbindingsbogen en de legatobogen. Hier zie je dus dat ze allebei voorkomen. Als je dus ooit nog een keer vragen hebt over legato of overbindingsbogen, weet je nu precies hoe je dat noemt. Heeft iemand de vraag wanneer
legato boven, onder en wanneer boven. Dat hangt eigenlijk af van de notatie. Er is eigenlijk, kijk, hier zie je aan de onderkant dat de noten zich meer aan de onderkant van de balk begeven. Ja, ze vinden dit helderder om dit. Er is eigenlijk geen regel voor. Dit is automatisch opmaken overigens ook van het programma waarmee ik werk. Maar je ziet ze in dit geval vaak erboven of eronder. Wat je wel ziet is aan het stokgebruik. Onder de middenlijn, de notenbalk heeft natuurlijk vijf lijntjes. Alle noten die onder de middenlijn staan, met het bolletje, daarvan staan de stokken omhoog. Alle noten die boven het middenlijn staan, staan de stokken altijd naar beneden. En de noot die tussen op het middenlijntje staat, zeg maar, dat hangt af van de context waarin het staat. Gaan we verder met de theorie over expressiemiddelen. Daarover had ik een vraag gekregen, dus ik denk daarmee gaan we aan de slag vandaag. Bedankt voor de input. Eerst eens even hebben over wat zijn expressiemiddelen eigenlijk. Nou, expressiemiddelen zijn alle middelen of manieren die je kunt gebruiken om je partij of voor te dragen. Dus de expressie die je in je voordracht stopt. Dus bedenk even voor jezelf, geef daar even een paar seconden tijd voor, welke expressiemiddelen zijn er eigenlijk? Wat denk jij welke expressiemiddelen er zijn? Oké, misschien heb je wat bedacht. Dan ga ik nu mijn rijtje laten zien. Ik heb de paar belangrijkste heb ik boven gezet. Dynamiek, natuurlijk een belangrijk expressiemiddel. We gaan ze zo meteen allemaal apart eventjes behandelen. Dus dan ga ik er uitgebreid op in. Articulatie, de klankkleur, tempo en timing, vibrato. En versieringen. Versieringen, of dat dan echt een expressiemiddel is, ik heb hem in ieder geval wel bijgepakt, omdat ik hem erbij vind horen. En ik denk overigens ook dat het goed is om het over versieringen te hebben. Dat als je die tegenkomt in je partij, dat je weet wat je er nou precies mee moet. Goed, eerst dus dynamiek. We kennen natuurlijk allemaal de dynamische niveaus. Zoals piano, met zijn piano, et cetera. Dus daar hoeven we het verder niet al te uitgebreid over te hebben. Wat wel belangrijk is, en dat heb ik er ook bij gezet, let op, dit is allemaal relatief. Blijf vooral goed luisteren. Wat ik namelijk heel vaak hoor om me heen, is dat ja, als er forte staat, dan moet dat vooral flink sterk gespeeld worden. Hè? Terwijl eigenlijk, als ik zelf muziek maak en met mijn collega's, dan denken we eigenlijk altijd aan hoe sterk is mijn omgeving? Hoe kan ik mengen? Dus als we sterk spelen, dan denken wij niet hard, hard, hard. Maar wij denken mengen, mengen. En ja, dat mengen, dat is zo belangrijk, omdat het gaat om het geheel. Hetzelfde gaat natuurlijk ook voor piano, dat je toon ja, niet te sterk is, maar ook niet wegvalt. Je moet de juiste kleur zien te pakken. Dus de dynamische niveaus, we weten allemaal wel hoe sterk het ongeveer is. Maar het is allemaal relatief. Dus blijf goed luisteren naar je omgeving. Wil ik het even kort aan met jullie hebben over terrassendynamiek en echodynamiek. Terrassendynamiek, dat is eigenlijk iets uit de oude muziek, waar toen veelvuldig tegenkwam. Tegenwoordig nog wel eens, maar vroeger hadden ze eigenlijk niks anders dan dat. Terrassendynamiek is eigenlijk dynamiek binnen een stuk dat steeds op een ander niveau is. Dus het is eerst piano en daarna is het plotseling bijvoorbeeld forte. Er is geen opbouw tussen. En daarna is het bijvoorbeeld in één keer is het mezzo piano. Dus zonder overgang. Dat noem je terrassendynamiek. Een frase in één dynamiek, plotseling in de andere dynamiek en dat steeds verschuift. Echodynamiek, dat komen we wel vaak voor, nog komt veel voor tegenwoordig. Als je in een herhaling, bijvoorbeeld de eerste keer alles forte moet spelen en de tweede keer alles piano, dan noem je dat een echodynamiek. Dus eenzelfde frase, eenzelfde stukje, met een andere dynamiek.
overgangsdynamiek, dat is bijvoorbeeld crescendo of decrescendo. Dat is dus ander dynamiek gebruik van, dan terrassendynamiek, hè, waar er geen overgang is. Hè, dan is het plotseling dit, plotseling dat. Overgangsdynamiek is juist de opbouw of de afbouw naar de andere dynamiek, het andere dynamische niveau. En ja, ook hier, let goed op dat het echt belangrijk is, en dat blijf ik straks ook nog een paar keer benoemen. Hè, het is nog steeds de kunst om goed te doseren. Als er crescendo staat, dan betekent dat dat je op moet bouwen. Niet dat je in één keer sterk moet zijn. Ja, en eigenlijk is het de kunst om lang te wachten, wel iets te doen in je opbouw, maar hoe verder je komt, hoe sneller je sterk wordt. Hè? Dus die opbouw moet in het begin miniem zijn, en dan, hè, algemeen regel, in het begin miniem, en dan bouwt het zich zo, met een mooie curve bouwt het zich op. Tegenovergesteld natuurlijk met decrescendo, wat langer sterk blijft en dan zacht wordt. Tenzij je natuurlijk, hè, en dat is anders aan in een orkest spelen, je ruimte moet maken voor een ander, dan is het toch wel slim om snel decrescendo te maken, maar dat zal je dan wel gevraagd worden door de dirigent. Of misschien denk je zelf van, hey, die ander heeft een heel belangrijk stuk, laten we daar ruimte voor maken. Slim natuurlijk. Bijzondere tekens. Sforzando. De eerste sforzando. Sforzato, eigenlijk komt dat op hetzelfde neer, betekent een accent spelen met een sterk accent. Dit is dus een andere articulatie nog weer dan marcato. Toch belangrijk om dat even onder de dynamiek te scharen, sforzato. Fort piano kennen we natuurlijk allemaal. Eerst sterk aanzetten en dan gelijk piano spelen. Dat is dus zonder accent, hè. Sforzato piano is dus een sterk accent en daarna direct piano. Wat je ook nog wel een enkele keer tegenkomt, is rin forzato. Vaak staat er dan rinf of rf. En dat betekent dat je een hele groep tonen moet accentueren. Als er bij iedere toon, want dat ben ik toevallig een half jaar geleden tegengekomen in de partituur, bij iedere toon RF, RF, RF staat, dan bedoelt de componist eigenlijk SF, SF, sforzato. Dat was dus een fout in de partituur, grappig om dat te zien, want erin sforzato betekent eigenlijk gewoon, hè, dus een groep. Ik zie dat er ondertussen een vraag in de chat is gekomen, legatoboog, over veel noten. Moet je die echt binden of dik spelen? Die moet je echt binden. Dat is het antwoord. Als het niet lukt, moet je het faken. Goed, verder met articulatie. We kennen natuurlijk allemaal de verschillende articulaties die er zijn in muziek. Het puntje staat voor staccato, streepje tenuto of portato. Breed spelen. Het marcato teken, accent, legato, nou, we hebben het net over die bogen gehad, soms kom je ook wel het woordje legato tegen. Apart wil ik nog benoemen simile, wat betekent dat je het op dezelfde manier als daarvoor genoteerd staat moet spelen. Dan zie je bijvoorbeeld een groepje noten, groep noten met allemaal puntjes erbij en daarna staat de sim boven de achtste noot zonder die puntjes, dan betekent dat de articulatie uit van daarvoor mee moet worden genomen. Dat wordt ook wel eens afgekort met de afkorting SIM. Klankkleur is ook een expressiemiddel. Ja, denk daar misschien niet zo snel aan, maar met je instrument kun je verschillende klankkleuren te horen brengen. En ik ben me ervan bewust dat dit nauw samenhangt met dynamiek. Maar toch is het een apart expressiemiddel, omdat je bijvoorbeeld forte heel krachtig en ijzerachtig zou kunnen spelen, maar je zou ook sterk kunnen spelen met een warm geluid. Dus ja, klankkleur is wel degelijk een belangrijk expressiemiddel, ook losgenoemd van dynamiek. Als je nou kijkt naar dynamiek van forte en mezzoforte, zit er natuurlijk wel het verschil in. Mezzoforte is natuurlijk aan de ene kant zachter, aan de andere kant
moet je misschien daar je klankkleur ook op aanpassen, dat je ietsje milder speelt. Hè? Dat maakt natuurlijk al een groot verschil ook weer in de dynamiek. Dus klankkleur, dynamiek komt wel overeen, maar toch een aparte schakel binnen de expressiemiddelen. Tempo. Tempo is natuurlijk ook iets wat invloed heeft op de expressie. Een paar lessen geleden hebben we het al gehad over dat tempo-aanduidingen ook vaak een karaktereigenschap zijn. Of inzicht hebben. Largo bijvoorbeeld is niet alleen langzaam, maar het betekent eigenlijk breed. Hè? Dus langzaam, breed, langzaam. En allegro betekent levendig. Nou, dat werkt natuurlijk ook weer andere expressie op als je dan naar zo'n term kijkt. Hè? En hoe je de frase moet spelen. Tempoveranderingen, die hebben vaak ook, sommige tempoveranderingen in ieder geval, hebben ook een karakterverandering in zich. Niet allemaal, daarom heb ik ze ook niet allemaal bijgezet, maar voorbeelden daarvan zijn ritenuto, wat een beetje ingehouden is. Ja, heel snel speelt en geagiteerd, hè, agitato bijvoorbeeld. Je moet iets ritenuto maken, dan is het qua emotie ook logisch om je een heel klein beetje in te houden. Ritenuto betekent letterlijk ook ingehouden. Calando hebben we een paar lessen geleden ook besproken, maar dat is natuurlijk ook iets wat een karakterverandering in zich brengt en daarom ook in de expressie meegenomen moet worden. Omdat het niet alleen vertragend is, maar ook kalmerend effect. Dus daar moet je geluid en je karakter ook op aanpassen. En stringendo, dat wordt natuurlijk drukker en wilder. Het wordt niet alleen sneller, maar het wordt ook wat harder. Ik heb ook hierbij gezet, blijf doseren. Hè? En daaronder voor de grap ook poco a poco. Omdat poco a poco komt natuurlijk vervolgens ook vol met, gemixt met een term die hier staat. Bijvoorbeeld poco a poco betekent beetje bij beetje. Poco a poco ritenuto, dus beetje bij beetje inhouden. Poco a poco stringendo. Blijf doseren, dus niet te snel je kruid verschieten. Eigenlijk is dat een van de lastigste dingen die er is, hè? Niet te snel je kruid verschieten. Even kijken of ik hier een glas water heb. Ja, ik heb het hier nog niet. Bedoel je doseren met een S? Ja, oh sorry, ik heb het verkeerd geschreven in mijn PowerPoint. Ik zal nog even aanpassen. Het moet inderdaad doseren zijn. Dankjewel. Vibrato. Vibrato is ook een expressiemiddel. Wat is vibrato? Dat is een schommeling van de toon, lichte schommeling. Een toon op zich is natuurlijk al een schommeling, hè, trilling van het geluid. Maar je kunt die ook laten zingen. Wat vibreren. Deze techniek verschilt per instrument, dus daar kan ik nu niet te veel op inspelen. Veel koperblazers bijvoorbeeld doen wauw, 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 wauw. Om vibrato te maken met hun lippen, terwijl oboes zit het vibrato meer in hun keel. Dus vibrato maken, daar kunnen we het nu verder niet over hebben. Maar vibrato hoort wel bij de expressiemiddelen. En als je met vibrato aan de slag gaat, denk dan ook na over het verloop van het vibrato. Omdat vibrato, dat moet niet alleen maar aan of uit. Je kan ook een toon eerst strak houden. Hè? Dat hoor je vaak ook bij zangers. Dus je kan best een zanger als voorbeeld nemen. Eerst strak aanhouden en daarna een kleine schommeling heel licht en dan grote schommeling. Daarmee geef je expressie aan je toon. Dus vibrato. En dan komen we bij de versieringen. Dat wordt vaak genoteerd in de muziek. Er zijn er een paar en die gaan we eventjes los van elkaar behandelen. Trillers, dubbelslagen, voorslagen en glissandi. Trillers, ja, die kom je tegen in je muziek en dan staat er trr, hè, dat hebben we allemaal wel eens gezien, of er staat zo'n kriebelig lijntje boven de muziek. En eigenlijk, als er niks bij staat, zou je kunnen zeggen na de barok, dus in de tijd zeker waarin wij nu leven, als je een modern stuk ziet en er staat een triller, dan begin je op die toon die er geschreven staat en dan tril je naar boven in de toonsoort. Nou, in dit geval staat er een C,
zijn geen voortekens aan de sleutel. Dat betekent dus dat je naar, boven, naar de bovenste kunt. Dat is dus een D trilt. Hè? Je trilt eigenlijk gewoon gedurende de hele nootwaarde die er staat. Stel dat de componist dat niet wil, dan noteert hij vaak, bijvoorbeeld hij wil een noot van 2 tellen waar de eerste tel getrild is en de tweede niet, noteert hij twee kwartnoten met een overbindingsboog, waarbij de ene met een tr staat, dus met een triller, en de andere doet hij niks, of er staat non-trill. Dat staat er dan bij. Je trilt dus gedurende de waarde dat hier staat. Stel nou dat hier wel voortekens aan de sleutel zouden staan, bijvoorbeeld 4 mollen, en je hebt een trillen bij die C, dan tril je dus niet naar de D, want 4 mollen, de vierde mol is voor de des, dan tril je dus naar de bovenskunde nog steeds, maar dat is in dat geval een kleine skunde. Dat kan ook genoteerd worden. Stel dat je nou geen voortekens hebt, een voorbeeld van hieronder. Geen voortekens aan de sleutel, maar er staat een trillen met een mol. Dan tril je dus ook naar de bovenseconde, maar dan een verlaagde bovenseconde. Dat is dus inderdaad ook een des. Er zou hier ook een kruis kunnen staan. Dan tril je in dit geval naar de dies, komt niet vaak voor. Maar theoretisch kan het allemaal. Kan ook, stel dat je wel voortekens aan de sleutel hebt en de componist wil juist die triller niet binnen die toonsoort hebben, maar wel naar een grote seconde erboven, dan kan er ook een herstellingsteken bij de triller worden genoteerd. Dus lees ook het voorteken dat bij de triller staat. Als dat er niet staat, hou je aan de voortekens, aan de vaste voortekens in het stuk. Vergeten toe te voegen, dus ik ga nog even terug naar deze slide. Ik zei net, in deze tijd trillen we dus van de hoofdtoon hè, naar de bovenseconde. In de barok, dus zeg maar 1750 daarvoor, voor die tijd, dan tril je op dezelfde manier, dus binnen die toonsoort, maar begin je op de bovenseconde. Dus in dit geval van deze C trillen zou je op de D beginnen. Anders is dus, dit is een moderne triller. Dit is een barok triller. Dus dan begin je op de bovenseconde. Er zijn ook weer aparte regels voor. Stel nou dat de noot voor die triller ook al een D zou zijn, dan begin je wel op een C te trillen. Er zijn nog andere trillers. We hebben ook een pral triller. Dat is een kort friemeltje. Daarbij kun je of 3 keer dit spelen, dan heb je 3 tonen binnen de triller of 6 tonen binnen de triller, maar langer is het niet, dat noem je een praltriller. Je trilt bij een praltriller ook omhoog en daar zou ook eventueel ook een voorteken bij kunnen staan, dat heb ik jullie net geleerd, dus dat hoeft nu niet nog een keer naar voren te komen. Mordent is het tegenovergestelde van een praltriller. Daarbij zie je eigenlijk hetzelfde friemeltje, maar er staat er een heel klein streep hier in het midden. En dan moet je die triller naar beneden doen. Zijn recent, ben ik geen moderne stukken tegengekomen waar dat in staat. Maar om volledig te zijn wilde ik toch dit naar voren laten komen. Maar staat, wordt er gevraagd, die baroktriller op dezelfde manier genoteerd. Ja, de baroktriller staat op dezelfde manier genoteerd als dit. Praltriller en modern zijn ook typische baroktrillers overigens. Maar als je er tegenkomt, ja, dan is dat gewoon een stijlkenmerk. En dan moet je je daaraan houden. Het is ook een enkele keer, dat heb je me absoluut ook een keer horen vragen, als we bijvoorbeeld Concerto d'Amore spelen van Jacques Daan. Dat stuk is een modern stuk, maar het is barok geïnspireerd. Het staat overigens ook in het voorwoord van de partituur. Ja, dan kies ik er als dirigent voor om die trillers ook in barok, op een barok manier te spelen, dus op de bovenseconde te beginnen. Dus dat spreek je in dat geval met elkaar af. We hebben ook nog dubbelslagen.
Dat zijn bijvoorbeeld deze tekens. En die kom je veelvuldig tegen in lichte muziek. Helemaal geen gek teken. Dan ga je een keer naar boven en een keer naar beneden. Er zijn verschillende manieren hoe je dat kunt spelen. Dit is een voorbeeld ervan. Dit is bijvoorbeeld zo gebruik ik hem eigenlijk altijd als ik trombone speel. Dus je gaat een keer omhoog. Hè? Vanaf die C speel je. Daarna ga je een keer omhoog. Dan speel je weer de C. En dan ga je een keer naar beneden. In de toonsoort allemaal. En dan speel je nog een keer die toon. Dus eigenlijk zijn die 5 tonen in 1 toon die hier staan. Dit kan ook met voortekens gespeeld worden. Voorslagen. Daarvan is ook wel eens goed om daar in detail naar te kijken. Je ziet de voorslag met een streepje, klein streepje door de noot. Dan moet die, zeg maar, voor de timing van de hoofdnoot gespeeld worden. Ik zeg niet voor de tel, want je kan natuurlijk ook een voorslag bij een achtste hebben en dan staat die achtste misschien niet op de tel. Dus voor de timing van de hoofdnoot, waarbij de C in dit geval de hoofdnoot is. Dus als ik dan even tel, hè, van 1, 2, 3, 4. Hoor je dat ik die B net voor de C speel, terwijl de C op de tel is. Als je nou deze voorslag zonder streepje hebt, dan moet je hem dus op de tel timen. Dus dit is met een streepje. Met en zonder streepje. Hoor je het verschil? Dus dat zijn de voorslagen. We hebben ook nog glissandi. Glissandi is gewoon het meervoud van glissando. En daar heb je verschillende notatiemanieren voor. Dus een lijntje. Soms staat er dan ook glis bij. Hoeft niet altijd. In dit geval wel. Dus in dit geval speel je bijna alle... Ja, je glijdt eigenlijk gewoon van de G naar de C. Trombone kan natuurlijk heel mooi, piano of een ander instrument, dan moet je gewoon de tussenliggende, zoveel mogelijk tussenliggende noten spelen. Kom maar naar beneden. Er is eigenlijk geen verschil in speelwijze tussen een lijntje of een gekruld lijntje. Dat betekent bijna hetzelfde. We hebben ook nog andere glissando's, of glissandi. Hier is het niet vanaf een, is eigenlijk meer een haaltje, niet vanaf een... gespecificeerde voorliggende noot. Dus dan doe je gewoon een kort haaltje voor die C. Het haaltje kan natuurlijk ook naast staan, dan is het eigenlijk een vol, noem je dan. Dat hoeft ook niet naar een gespecificeerde noot. Soms staat er ook wel lunga bij. Of short. Nou, dat spreekt natuurlijk voor zich hoe je dat dan moet spelen. Bij glissando alleen de hele noten, de witte toetsen. Nee, ik heb net, ik weet niet of je dat kunt zien. Maar met een voorbeeld van de glissando heb ik alle tonen gespeeld van tussen degene. Dus niet, het hangt er natuurlijk wel van af. Als je een groot glissando maakt binnen korte tijd, dan hoef je niet alle tonen te spelen. Ik zeg eigenlijk altijd, pak er gewoon zoveel mogelijk. Goed, is het tijd om weer een ritme te gaan uitvoeren. Net als vorige keer. Gaan we eerst het ritme van vorige week herhalen en daarna krijgen jullie een nieuw ritme. Het nieuwe ritme is te downloaden vanaf mijn website rolfhogenberg.eu. Klik je op muziektheorie en daar kun je dan het ritme in PDF downloaden. Eerste herhaling van vorige week, het ritme voor A in de driekwartsmaat. Ik ga het scherm zo zetten dat ik zelf ook alle noten kan zien. Daar komt ie. Doe je mee? 1, 2, 3. De herhaling van vorige week, het ritme van A, gaan we naar het nieuwe ritme. Dus even kijken, geen vraag in de chat, mooi.
het nieuwe ritme van A. Kijk het heel eventjes voordat we beginnen. De tweede regel staan, de eerste regel trouwens ook, wat syncopen. Kijk even hoe je dat aanpakt, zo meteen. Daar komt hij. 1, 2, 3, 4. Het nieuwe ritme van A. Nogmaals, dit kun je dus downloaden op mijn website. Mocht je van de week vastlopen met oefenen, want volgende week doen we het natuurlijk weer, zodat je kunt controleren of je gelijk met me mee kunt klappen. Maar je kan natuurlijk ook dit filmpje op mijn website nog een keer afspelen, als je niet uitkomt. Natuurlijk de uitdaging om er eerst op te puzzelen. Goed, de herhaling... van ritme B. Komt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit was de herhaling van ritme B. Als je het leuk vindt, mag je volgende keer overigens ook met je instrumenten het ritme met me meespelen. Als je dat handiger vindt dan klappen. Een snelle triool klapt natuurlijk niet erg handig. Goed, nieuw ritme voor B. 9/8e maat. Net hadden we een 6/8e maat. We telden toen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu tellen we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kijk ook eventjes hier naar het ritme. Hoewel het er misschien een beetje zwart van de noten uitziet. We gaan het gewoon proberen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Het ritme in de 9/8e maatsoort. Goed, mocht het niet in één keer lukken, niet erg. Download het ritme en dan ga je van de week even lekker op puzzelen. Nogal syncopisch is dat ritme. Maar daar worden we alleen maar beter van. Vorige week hebben we het gehad over de metrumveranderingen. Bijvoorbeeld hier kwartnoot uit de vorige maatsoort is de... gelijk aan de kwartnootpunt in deze maatsoort. Stel nou dat je de vorige week niet bij was, kijk dan even het filmpje terug op mijn website. We gaan dit nu gewoon met z'n allen klappen. Komt ie. 1, 2, 3, 4. Oké, dit was het ritme. Ik wil nog een keer herhalen dat hier deze duool in deze 6/8e maat, een duool is natuurlijk twee noten in de tijd van 3. In dit geval in de 6/8e heb je dus 2/8's in de tijd van die 3/8's. Dit is het ritme dat in 6/8e genoteerd is. Eigenlijk is dat hetzelfde als het ritme in deze 4/4 maat. Dus tam, pa, 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 pam, 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 pa, 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 pam, pam, pam. Het staat hetzelfde, alleen het is op een andere manier genoteerd. Ik kreeg van de week ook de vraag van iemand, hoe moet je nou precies een duool tellen? Nou, je kunt dus eigenlijk het beste dus vergelijking opzoeken met een andere maatsoort, zoals ik hier ook heb gedaan. We gaan dit ritme nog een keer doen. 2 van het begin. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 4. 2, 3, 4, 4, 4. Oké.
om hier nog even wat verder mee te oefenen. Ik heb nog een nieuw ritme in dit genre gemaakt. Veel tekens. Daar gaan we. Ik tel tot twee en dan gaan we beginnen. 1, 2. Het is ook zo'n mooi ritme waarbij je eigenlijk steeds hetzelfde ritme hoort, maar dan op een andere manier genoteerd. Dus hier hebben we dan die tweekwartsmaat, dat is eigenlijk het basisritme. En de hele eerste regel klinkt er niks anders dan dit. Die dual, die hadden we in het vorige ritme ook, ik spring even naar hier. Dan zie je dual, twee noten in de tijd van drie. Dat kan op deze manier genoteerd worden, maar ook op deze manier. En of je nou dit hebt, of het ritme in de tweekwarts, het klinkt hetzelfde. Dus de hele eerste regel klinkt hetzelfde. Nou, zo kun je de vergelijking natuurlijk ook trekken tussen een triool in een tweekwartsmaat en drie noten in een zes-achtste maat. Nou, download het ritme en lekker puzzelen van de week. Even kijken. Akkoordsymbolen. Daar gaan we mee verder. Daar wil ik het over hebben, omdat je het nog een enkele keer tegenkomt tegenwoordig. Hè, dan ben je lekker aan het spelen met allemaal noten in je partij staan, gewoon genoteerd. En dan staat er hier, ik heb een klein voorbeeld genomen, staat er ineens F6, FM7, F6. Ja, wat moet je daar dan mee? Nou, hier is de bedoeling in dit geval dat er een solo gespeeld wordt. De componist heeft geen solo uitgeschreven. Maar hij heeft wel de akkoorden erbij gezet. En zodoende weet je dus welke tonen er in dat akkoord klinken. Welke de tonen er in het orkest klinken. En dan kun je dus zelf bedenken ook welke tonen kan ik dus gebruiken voor mijn solo. Het is niet dat de tonen die in een akkoord zitten je beperken tot het gebruik van alleen die tonen in je solo. Het is alleen een... Nou, een kapstokje eigenlijk, zo zou je kunnen zeggen. Maar hoe moet je dat nou lezen, F6, FM7, et cetera? Ik heb eerst een paar basisakkoorden voor jullie opgeschreven. Eerst zijn dat normale drie klanken. Dus dit zijn de meest voorkomende, C. Eigenlijk als er C staat, dan bedoelen ze daar de drie klank van C mee. C, E, G. Nou, dat hebben we natuurlijk al gehad. Als er CM staat, dan wordt daarmee bedoeld C mineur. Dus dan CSG. Als er staat C7, een getalletje in een akkoordsymbool staat eigenlijk altijd voor getal, de toon in een bepaalde toonladder. Of op de grondtoon eigenlijk van het akkoord. Dus C7, de zevende toon op C is iets met een B. Maar nou is de afspraak, en dit is dus goed om te weten, dat als er alleen maar 7 staat, het altijd om een klein septiem gaat. Nou, een klein septiem op C is een bes. Dus dan wordt aan het C-akkoord, wat C, E, G is, ook een bes toegevoegd. Dus standaard is de afspraak klein septiem. Als er toch een groot septiem wordt bedoeld, dan staat er majeur 7... of ook wel een driehoekje en een 7. Dus nou zijn we bij de vierklanken aanbeland eigenlijk. Hè? Goed, dit zijn de meest voorkomende. En dit is dus basic. Heb ik ook nog wat lastige akkoorden uitgeschreven. Als je dit al lastig vond, dan moet je nu maar even je ogen dicht doen. Maar ik wil het wel even uitleggen. Dus die 6 betekent eigenlijk gewoon de zesde toon op de grondtoon. Hè? Dus in het geval van C heb je daar gewoon een A bij. Komt heel veel voor. C9 heb ik apart genoemd. Dat is natuurlijk de negende toon.
Kwangtandat heeft eigenlijk maar 8 tonen in zich, maar je gaat natuurlijk ook dat gewoon weer verder. Dat is in dit geval een D. Waarom wordt er dan niet 2 geschreven? Nou, dat heeft een andere functie. Als er een 2 staat, dan wordt de terts weggelaten. Dat drijft me te ver, maar dan speelt dus eigenlijk alleen de eerste toon, tweede toon en de vijfde toon. Dat je dus de 9e toon speelt, betekent niet dat je niet om mag draaien. Dus je mag best wel die toon ook naar onder stoppen. Verminderd, we hebben het natuurlijk over verminderde 3 klanken gehad. C verminderd. Diminished in het Engels. Vaak kom je een rondje achter een akkoord symbool tegen. Dat is deze hierna. En dat komt eigenlijk, dat is een C verminderd met een verminderd septiem akkoord. Dat komt veel vaker voor dan dit verminderde akkoord. Deze verminderde 3 klank. Dus je komt vaker een verminderd septiem akkoord tegen. Dan een verminderde 3 klank. Zo noteer je dat. C plus is de overmatige versie. Nou, daar luisteren we tijdens de gehoortraining natuurlijk ook steeds naar. En C sus 4 betekent eigenlijk dat de 4e toon er is, maar de 3e toon niet. En dit is vaak een voorhoudingsakkoord. Goed, dit was het basis akkoordsymbolen lezen. Misschien vinden het een aantal mensen van jullie het leuk om hier verder te gaan, mee te gaan dan om mee te improviseren. In het Engels wordt verminderd toch ook wel C-dim genoteerd. En nee, diminished. Dim staat dan vaak voor een verminderde septiem akkoord. Eigenlijk, zoals je dit ziet, kom je bijna nooit tegen. Ik ben het nog nooit tegengekomen, terwijl ik eigenlijk al leerde als kleinkind keyboard spelen van mijn vader. En bij keyboard spelen horen ook akkoordsymbolen. Dus ik ben in gelukkige omstandigheden geweest dat ik dit ook heb geleerd. Ben nog nooit tegengekomen. Goed, ik zie dat het al 9 uur is, dus ik ga een beetje opschieten. Gaan we verder met de gehoortraining. Waar speel ik een fout? Ik ga 3 stukjes spelen en ik maak 1 fout. Ik speel het maar 1 keer, dus let goed op. Komt het eerste stukje. Nu het antwoord geven. De fout zat hier, want in plaats van, ik begin even op deze G, dat staat hier, speelde ik. Ik speelde dus een C in plaats van een A. Volgende. Let op, want in dit stukje zitten 2 fouten. Sorry, ik heb het nou verkeerd gedaan. Ik heb nou gewoon gespeeld wat er op mijn scherm staat, maar dat moet ik niet doen. Jullie dachten, ik heb geen fout voor. Ik moet spelen wat er op mijn blaadje staat. Daar komt hij nog een keer. Excuus. Nou, goede test natuurlijk. Hier zaten de fouten. In maat 2 staat nu D, D, A. Ik speelde. En B. Ga ik even verder. Staat hier met deze vies. Maar ik speelde nu. Ik hoop dat jullie het konden horen.
laatste. Goed, dan denk ik dat ik het van mijn blaadje afspeel. Komt die? En de fout staat hier. In maat 2 staat er een G. En ik speelde een Gries, dus die toon was dan. Nou, goede test. Omdat het al 9 uur is geweest, sla ik heel eventjes de intervallen en de drieklanken luisteren over. Dat hebben we aan het begin natuurlijk ook gedaan. Ik sluit graag af met 3 muziektermen. 1. Wat betekent marcato? Ik heb daar ook weer een mooie poll voor gemaakt. Even kijken hoe die zal ik opstarten. Wat betekent marcato? Daar komt hij. Dat jullie de poll in je scherm zien. Je antwoord geven. En geef je antwoord in 5 tellen. 5, 4, 3, 2, 1. Ga ik de poll nu sluiten. Het goede antwoord, gelukkig hebben de meeste mensen het goed, is accentueren. Ja, het betekent puur accentueren. Marcato is met de accent spelen. Het is absoluut niet kort spelen. Dat wordt vaak wel eens met elkaar verward. Dat merk ik ook nu weer. Maar dan staat er een puntje en dat is staccato. Stel nou dat het marcato en kort moet. En staccato staat er en een marcato accent en een puntje. Dus speel een marcato accent als er verder niks bij staat altijd breed. Goed om het hierover te hebben. Gaan we verder met de volgende term. Even kijken of dat gelukt is. Ja, wat betekent perdendo si? Even kijken, hier is de pol. Is dat verdwijnen? Is dat aanzwellen? Vanuit het niks inzetten, is het langzaam of snel? Zien jullie de poll? Want ik zie nog geen antwoorden binnenkomen. Ja, jullie zien de poll. Nu zie ik de antwoorden. Geef je antwoord in 5 seconden. Nou nu, 5, 4, 3, 2, 1. Einde poll. Nou, en dit is eigenlijk voor het eerst dat de meeste mensen het niet goed hebben. Want het goede antwoord is verdwijnen. Perdendo si, verdwijnen. Volgende. Wat betekent, en ik moet de poll nog even aanzetten. Wat betekent doppio movimento? Is dat het gedeelte nog een keer spelen? Twee keer spelen, alleen de tweede keer spelen, of twee keer zo snel, oftewel in dubbel tempo. Geef je antwoord in 5 tellen, maar nu komt ie. 5, 4, 3, 2, 1. Ik ga de poll afsluiten. Met jullie delen. De meeste mensen hebben het goed. Het goede antwoord is een dubbel tempo. Doppio is dubbel, movimento, beweging. Hè? Dus dubbele beweging. Dubbel zo snel, twee keer zo snel. Ondertussen is er in de chat nog gevraagd, hoe geef je dat aan perdendo si? Dan staat daar gewoon perdendo si in de muziek. Ik ben het veelvuldig tegengekomen. Er staat gewoon uitgeschreven, perdendo si. Nou, dit was weer de les van vandaag. Leuk dat er weer zoveel deelnemers waren. Leuk om dit weer met jullie te doen. Even kijken hoor. Wil je dit nog een keer naluisteren? Dan kun je dus naar mijn website gaan, rolfhogenberg.eu. Klik dan op muziektheorie. En hier zijn ook de ritmes te downloaden. Volgende week, dan moet ik het even met jullie over hebben. Volgende week is het 5 mei. 4 mei is dodenherdenking uiteraard. 5 mei is Nationale Feestdag. Is bevrijdingsdag. En de andere 2 avonden in de week ben ik bezet met een
voorspelavond en online repetitie. Dat betekent dat ik volgende week geen theorieles kan geven. Dan is de eerste muziektheorieles weer op 12 mei om 8 uur. Kom allemaal natuurlijk weer mooi luisteren en kijken en meedoen. Volgende week even een weekje vakantie. De week daarna weer verder. Graag tot dan.